Not as cool. Welkom bij kennisclip IE nummer 4 over modellenrecht. Modellenrecht? Helaas, het gaat niet over fotomodellen. Fotomodellen zijn wel beschermd, maar het recht dat hen beschermt heet portretrecht. Waar gaat het modellenrecht dan wel over? Het gaat over paraplu's met een tulp als handvat. Over tandenborstels in de vorm van een krokodil. En over een bierblaadje met een fietsstuur. Het gaat kortom over bescherming van vormgeving. Het modellenrecht is geen Nederlands recht. Het is Benelux en Europees recht. Er bestaat geen Nederlandse bescherming voor vormgeving. Alleen een recht dat geldt voor de hele Benelux en het ligt vast in het Benelux-verdrag in zaken de intellectuele eigendom, ofwel het BVIE. Dat Benelux-recht is grotendeels Europees geharmoniseerd door de Europese modellenrichtlijn. Daarnaast bestaat er een Europese vorm van modellenbescherming die vast ligt in de modellenverordening. Als we het hebben over een model, dan bedoelen we meestal driedimensionale vormgeving. Maar ook tweedimensionale vormgeving, zoals bijvoorbeeld behang, gordijnstoffen of kledingstoffen, kan door het modellenrecht worden beschermd. Als het tweedimensionaal is, dan noemen we het meestal een tekening. Het gaat om de bescherming van het uiterlijk van een voortbrengsel. Een voortbrengsel is elke op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp. Zo staat het in artikel 3.1 van het BVIE. De belangrijkste voorwaarden voor de bescherming van een model zijn het hebben van een eigen karakter en nieuwheid. Eigen karakter betekent dat een model een andere algemene indruk moet wekken dan alle modellen die al eerder bestonden. Nieuwheid betekent dat het model op het moment van inschrijving maximaal 1 jaar eerder op de markt is gekomen of op een andere manier bekend is geworden. Voor de bescherming van een model is inschrijving vereist. En bij die inschrijving wordt een model niet geweigerd wegens ongeldigheid. Het wordt gewoon ingeschreven in het modellenregister. Er staan dus ook veel niet geldige modellen in het register. De geldigheid blijkt pas als er een rechtszaak over wordt gevoerd. Modelregistratie kan heel eenvoudig via de website van het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom met het adres www.boip.int. BOIP staat voor Benelux Office for Intellectual Property. Dan ga je naar het tapje Model registreren en het wijst zich allemaal vanzelf. Een voorbeeld van een model dat geregistreerd is, is bijvoorbeeld een kinderkapperstoel waar in het verleden over is geprocedeerd. Het ging over een bestaande trapauto die op een bestaand onderstel van een kapperstoel werd gelast, waardoor een nieuw soort kinderkapperstoel ontstond. In het verleden is daarvan aangenomen dat het een geldige modelregistratie was, omdat de combinatie nieuw was. Er zijn ook modelrechtszaken over flippo's, over harde schijfjes waar je mee kunt spelen en die je kunt verzamelen. Ook dat zijn voorwerpen van modelbescherming. Een bekende zaak op het gebied van het modellenrecht ging over de vormgeving van de iPad en een bepaald type van de Galaxy Tab van Samsung. De iPad 1 was als model geregistreerd en de vraag was of de Galaxy Tab 10.1V daar inbreuk op maakte. De modelregistratie van Apple zag er zo uit. U ziet, er ontbreken nogal wat kenmerkende elementen, zoals de ronde aan- en uitknop. Er zijn wat verschillen met hoe het model uiteindelijk op de markt is gekomen. Dit is zoals het werd geregistreerd. Bij de vraag of dit nu een geldig model was en de vraag hoeveel beschermingsomvang er aan toekwam, moest gekeken worden naar alles wat er al was. Alle vergelijkbare producten die al eerder op de markt waren of openbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld in de vorm van een octrooiaanvraag. Hier ziet u wat voorbeelden, vooral van Aziatische registraties van eerdere vormgeving, die dus al bestonden voordat Apple zijn iPad als model registreerde. Als we gaan kijken naar wat je kunt verbieden op basis van modellenrecht, dan blijkt dat uit artikel 3.16 lid 1 van het BVIE.
Daar staat dat de modelrechthebbende zich kan verzetten tegen ieder nieuwer model dat geen andere algemene indruk wekt. We zien dus een mooie parallel. Bij de geldigheid van het model gaat het om een andere algemene indruk die dat model moet wekken ten opzichte van de rest van de markt, oftewel alles wat er al was voordat er werd geregistreerd. Bij de vraag of er inbreuk is, gaat het erom of iemand anders die met iets nieuw komt, of dat dan te veel lijkt op een geregistreerd model. En dan geldt ook weer dat vereiste van het al dan niet een andere algemene indruk wekken. In de zaak van Apple-Samsung hebben veel rechters daarover geoordeeld. Het gerechtshof Den Haag was van mening dat de tablet van Samsung geen inbreuk maakte op het modelrecht van Apple, vooral omdat er zoveel oudere modellen waren die er eigenlijk ook al flink op leken, waardoor er een beperkte beschermingsomvang gold voor de iPad. Apple ging vervolgens naar de Hoge Raad. En wat vond de Hoge Raad? De Hoge Raad was het eens met het gerechtshof. De Hoge Raad zei dat het gerechtshof terecht had gekeken naar alles wat er al was en niet naar de oudere modelletjes afzonderlijk. De iPad modelregistratie van Apple verschilt naar het oordeel van de Hoge Raad maar weinig van dat vormgevingserfgoed van alles wat er al was. De Galaxy Tab van Samsung verschilt voldoende van de iPad. Die tablet wekt een andere algemene indruk. Dit soort zaken wordt niet alleen in Nederland beoordeeld, maar ook in veel andere landen, zoals bijvoorbeeld in Engeland. Ook de Engelse rechter was van mening dat het Samsung-model geen inbreuk maakte op het model van de iPad. De motivering daarvan was nogal bijzonder. Wat zei de Engelse rechter? The overall impression produced is different. Samsung did not infringe Apple's design in part because its products were not as cool as the iPad. En hier ziet u de Engelse rechter. En u moet het met me eens zijn dat hij er in ieder geval wel heel cool uitziet. We vatten het even samen. Het modellenrecht beschermt vormgeving. Daarbij is inschrijving vereist, maar inschrijving wordt niet geweigerd wegens ongeldigheid. Ongeldigheid blijkt pas als de rechter erover oordeelt. Vereist voor geldigheid zijn nieuwheid en eigen karakter. Nieuwheid betekent dat het model binnen een jaar nadat het op de markt is gekomen moet zijn ingeschreven. Eigen karakter betekent dat het een andere algemene indruk moet wekken dan alles wat al eerder op de markt is geweest of op een andere manier openbaar is gemaakt. Bij modelinbreuk gaat het erom of een ander model geen andere algemene indruk wekt dan het geregistreerde model. Is dat wel zo, dan is er sprake van modelinbreuk en kan het jongere model worden verboden.